Bova roept op tot nadenken over spin-off effect olifantst. De olifantst voor de kust van Suriname zou een behoorlijke spin-off effect teweeg kunnen brengen, waarover goed moet worden nagedacht. Parlementsondervoorzitter Melvin Bova zegt dat Surinamers zich moeten gaan afvragen welke bijdrage zij in deze ontwikkeling willen leveren. Ook moet beseft worden dat Suriname en Guyana, waar er ook olie is gevonden, op een bepaalde manier ten voordele van hun samenlevingen gaan moeten optrekken. Voor wat betreft Suriname zegt de volksvertegenwoordiger dat we samen moeten nagaan wat we met deze kans kunnen doen. We kunnen het verspillen, maar kunnen er ook het beste van maken. Bova roept de samenleving op om ondersteuning te blijven geven aan wat goed is voor Suriname en aan de koers en richting die momenteel zijn uitgezet. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.